Naomi de Hoop was een opvallende deelnemer bij het EK Vintage ploegen en NK ploegen in het Drentse Veenhuizen afgelopen week. Ja, heel veel mensen die zeggen, ja, vind je het niet spannend en wat vind je ervan om als enige vrouw mee te doen? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel een uitdaging om tegen allemaal andere mannen te gaan. En ja, ik ben de enige vrouw, dus vet veel aandacht natuurlijk, dus superleuk. Het is de Hoops tweede wedstrijd. Via haar familie kwam ze in aanraking met het ploegen. En als ik, laatste eindig zou ik het ook niet erg vinden, want ik doe eigenlijk wel vooral mee voor het plezier. En als ervaring doe ik eigenlijk meer. Het is altijd natuurlijk mooi meegenomen, maar ja, we gaan het zien. Het ploegen wordt beoordeeld op rechtheid. Laten we vooropstellen, de mensen die ploegende zijn, in de regel zijn dat de secuurdere mensen. Ik bedoel, uiteindelijk, je moet wel secuur zijn en je moet structuur hebben in het uitoefenen van je hobby. Elk onderdeel, of nagenoeg elk onderdeel, wordt beoordeeld op rechtheid. Dus jij moet wel het vakmanschap in je hebben dat jij heel recht kunt rijden. Omdat dat nagenoeg in ieder onderdeel naar voren komt. Ja, en als je een heel strak veldje hebt, wat je dus elke snede, elke voor heel recht rijdt, ja, dan levert dat veel punten op. Dus dat helpt heel goed. Ja, en dan is het uiteindelijk naar het einde toe van het veld de focus houden op de onderlinge onderdelen. Ja, en zorgen dat je alles netjes afwerkt binnen de tijdslimiet die ervoor staat. Tijhuis vindt het mooi om verschillende deelnemers bij de ploegwedstrijden te zien en hoopt dat er meer vrouwelijke en jonge deelnemers mee gaan doen. Nou, dat is gewoon leuk dat ook de vrouwelijke deelnemers toch proberen om de mannen in hun wereldje het een beetje moeilijk te maken. En dat lukt met regelmaat ook nog. En neem van mij aan, als je het één keer kent, als je met virus besmet bent, dan ga je het echt leuk vinden. Hoewel het Naomi niet uitmaakt op welke plek ze eindigt, hoopt ze in ieder geval haar vriend en vader te verslaan. Nou, ik had niet verwacht dat we met zoveel eenassers zijn, want wij zitten natuurlijk wel in een bepaalde groep en wij zijn alleen de eenassers. En ik had niet verwacht dat er zoveel zouden zijn. En ja, ik hoop eigenlijk wel hoger dan mijn vriend of mijn vader te eindigen, maar ja, dat zit er denk ik niet in. Maar ik ga wel mijn best doen ervoor, uiteraard.